Welkom bij onze CNA. CNA? Q&A. Ten allereerste, gefeliciteerd. Ik heb nog een cadeautje voor jou. Anouk was jarig. Oh. Wanneer? 22 februari was ik jarig. Oké, ben ik iets later. Het is inmiddels al winter, zomer. You look beautiful today. Oh, nou, we kunnen je nog mooier maken. Oh, wat leuk. Zelf ingepakt. Oh, van die stress, chill. Oh my god. Als jullie eens konden ruiken hoe dit ruikt. Oh. Oké. Nou, we hebben vandaag een Q&A klaarstaan voor jullie. We hebben even vakantie. We zijn even op vakantie. Oké. En ja, we hebben vakantie. We hebben weer vakantie. Why are we like this? Ja, dat vraag ik mezelf ook wel of zo. Ja, we gaan gewoon beginnen. Nou, we hebben in ieder geval heel veel leuke reacties gekregen op het feit dat we een Q&A doen. Ja. En echt superveel vragen. Dus we gaan ze proberen allemaal te beantwoorden vandaag. We gaan starten. Wil je me niet schoppen? Ik heb nieuwe schoenen. Oh ja, tuurlijk. Wow. Alsof je er nooit hebt gezien. Wow. Oké, we hebben nu alweer 2,5 minuten vanuit. Zo zijn we. Ja. And 150 BPM vraagt aan ons onze favoriete artiest. Ik vind het moeilijk om er echt eentje te kiezen. Ja, ik het wel. Verschilt ook per periode, maar wij vinden sowieso allebei Future Noise. Ja. En van de hardcore. Eigenfist. En van de euforische hardstijl, Atmospheres. Wie vind ik dan wel leuk? Weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Ik weet gewoon echt niet wie ik dat wel leuk vind. Nee. Nee, ja. En ik vind Warface ziek helpen. Oh, en ook van de hardcore vind ik Deadly Guns fucking vet. Ja. Vooral zondag. Die waren zo dik. Oh. Ja, ik heb er niet zin in trouwens. Oké, het favoriete hardstyle nummer. Die hebben wij op het begin op onze Instagram hebben we wel het favoriete nummer van allebei gezet. Ja, voor mij is het toch denk ik wel Freedom. Freedom. Ja, ik heb toen Brave the Storm gezegd. Het nummer die ik ontzettend vaak omzet. Lights Out van The Prophet. Ja, ik vind wel, die had ik net ook op, Delusion Inside My Head. Vind ik ook echt heel vet. Die is ook dik. Hij vraagt ook of we een dag met Rebellion op pad kunnen. Of een dag met hun in de studio kijken hoe ze hun tracks maken. Nou, ja, Rebellion, we gaan het vragen. Ik weet niet of het gaat lukken, maar we kunnen het misschien wel proberen. Ze zijn wel heel aardig. We hebben al een keer een interview of Anouk met gedaan, dus wie weet. Ja, misschien kunnen we dat wel een keertje vragen. Favoriete festival qua sfeer? Met z'n hardstyle-kenners en zo. Festival Defcon of deze wel? Of Intense? Ja, ik zou dan denk ik voor Defcon. Ik denk Defcon. Vies ik kraai, lekker op. Voile, hè? Kijk dan. Alles hecht. Maar indoor. Oh, kom, ik kom daarmee. Please, stop! We zitten zo ver van de kanaal. Ja. Kom maar. Maar indoor vind ik. Ja, vond ik Capital echt. Ziek qua sfeer. Ja. Dat was echt niet normaal. Capital dan? Capital. En favoriete festival in totaal? Ja, Defcon of Decibel. Levon Hike vraagt. Wat vinden wij van Radical? Ja, die maakt zo goede muziek, maar ik vind echt niet al zijn muziek leuk. Nee, maar ik vind hem. Ja, ik vind hem wel echt wel een zieke producer eigenlijk hoor. Moet ik zeggen. Want dat feest vond ik echt fucking dik. Ik vind de laatste, eigenlijk allerlaatste tracks van hem vind ik ook vet. Ik heb gewoon zelf niet heel veel verder met hem zelf. Maar ik vind, ik hou wel van zijn muziek hoor. Ja, ik vind hem gewoon leuk. Jij vindt hem leuker dan mij. Ja. Het is favoriete nummer van hem. Day of Reckoning, ja. Day of Reckoning is mijn favoriete nummer van Radical. Ja, dat vind ik ook de beste. Als je zelf een line-up voor een mainstage zou mogen samenstellen, ja, wie zou je dan neerzetten? Beefrex dan, Future Noise, Warface. Code Black of de Tweakers of de Waste Penguins. Ja. Of Atmospheres. Atmospheres. Als euforische. En dan Klokkacht zou ik echt wel tussen in hossen. En dan als afsluiter kiezen we voor Angerfist. Ja.
Oké, next. Laura Boom vraagt ons pre-party ritueel, haar make-up, outfit en zo. Etcetera. Nou, dat begint meestal echt al een week van tevoren dat we gaan bedenken wat we aan gaan doen. En verder gaan we meestal samen klaarmaken. Ja, nee, wij vragen op. Inderdaad altijd heel de week door, wat doe je aan, wat doe je aan. Uiteindelijk, uiteindelijk verandert dat nog, altijd. En dan inderdaad, meestal maken we samen klaar. En als we al klaar zijn, dan gaan we gewoon een drankje doen van tevoren bij een van ons thuis. Maken we even een video, luisteren we aan muziek en we gaan meestal gewoon al heel vroeg. Ja. Yeah. Ja, dat is ons pre-party ritueel. Misschien kunnen we daar wel nog een stukje van filmen, een keer. Ja. Net zoals Uprising. Dat is ook een beetje ons pre-party ritueel. Ja, maar toen hadden we een heel hoteltje bij. Dus we hebben de weg erheen gefilmd. En inderdaad, hoe wij een beetje onze haar aan het doen zijn. Die gaat van alles mis, champagne poppen en dat soort. Maar dat zullen we wel eens een keer filmen. Ja, dat is leuk. Luc vraagt, naar welk feest, event, festival kijken jullie nog het meest naar uit? En wat vonden jullie het allergaafste feest, event of festival? Ja, ik kijk het meest uit naar Defcon. Ja, ik ook nu. Dit wordt echt zo'n ziek leuke Defcon. Ja. Ja, Defcon en Tomorrowland echt. Want Tomorrowland had ik nooit verwacht dat ik dat ook zo vet zou vinden. Maar vorig jaar voor de eerste keer geweest. 1 dag en nu ook echt een weekend. Ja. Dus dat is heel anders dan de rest. Maar Defcon voor nu de eerste, zeg maar. Ja, Defcon. Sowieso. Echt heel veel zin in. Esther die vraagt, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Nou, vertel. Via Sari. Ja. Nou, Sari kennen jullie wel van de video's, die is bij mij in de klas gekomen en die woonde zeg maar in Lierop en dan had je zomer en Lierop bla bla. En zo hebben we op een gegeven moment gewoon een groepje vriendinnen gekregen. Ik heb toen een groepsapp aangemaakt. Ja. Yeah. En dan zat jij toen bij. Ja. Yes. En dat is, hoe lang is dat geleden? Ja, 7 jaar is dat denk ik. Ja, hoe lang zijn we vriendinnen? Ik denk 6 of 7 jaar. Wat was ons eerste feest? Mijn eerste feest was Heartbase. 2012. Ik ben ook nog eerder naar Sensation Black geweest in België. Oh. Dat was volgens mij 2011. Ja, ik ben volgens mij toen ik 14 was, 15, naar Lake Dance geweest. En toen naar Frequence, dat was toen nog op Aqua Best, dat was ook een hardstyle feest. En vanaf toen, mijn eerste grote feest volgens mij was Decibel Weekend meteen. Toen wou ik zaterdag alleen gaan, maar toen waren er geen zaterdag tickets meer. Toen ben ik maar meteen een heel weekend gegaan. En dit wordt mijn... Zesde jaar. Maar ik heb al veel meer feesten. Dus ja, zoiets zal het zijn. Ja. Jacco vraagt, welk talent gaat deze zomer definitief doorbreken? Rejecta. Ja. Ook al zijn we al doorgebroken. Ja, die is al wel echt goed. Ja, maar nog meer. Die gaat echt deze zomer sowieso op grotere stages staan en zo. En nog meer muziek laten horen, nieuwe muziek die heeft geconcert. Ja, Rejecta, ben ik het wel echt zeker mee eens, meid. Zeker. Jessie vraagt, welke artiest hoop je op als het gaat om het Defcon 1 Anthem? Ik hoop Sub-Zero en Atmospheres. Die staan allebei op de main en dat lijkt me gewoon een leuke combinatie. Je denkt sowieso dat er twee dus samen een Anthem gaan maken. Ja, maar ik zou het heel vet vinden als Future Noise het zou doen, maar ik denk het niet. Dat hoop ik. Ik hoop dat Future Noise. Hij staat niet op de main, hè? Het Hunters. Misschien als, zeg maar, omdat hij vorig jaar zijn comeback heeft gehad. Ja, een jaar van tevoren was die. Kwam die alweer? Ja, een keer? Toen kwam hij alweer. En nu comeback. En als hij nou. Ja, dat is ook wel vet. Ja. Ja. Headhunters. Oké, Rourke Connolly. Rourke. Wat was ons meest memorabele moment van al de feesten waar we heen zijn geweest? Nou, het meest geluksmoment. Ja, toen Britt terugkwam. Ja, op Climax. Oh, ik kreeg helemaal kippenvel meteen. Hebben jullie die gezien? Climax, er kwam Brit. Brit die zat voor een half jaar in Malaga. En die stond opeens in het Gelderdoom gewoon. Ja, dat hadden wij geregeld. Wat Lisa en ik hadden een verrassing geregeld voor Sarah en Im. En toen stond ze daar ineens. Ja. En ik heb, weet je op welk lied dat was trouwens? Dat voel je toch weer meteen een geluksmomentje. Ja, oh, ja, dat was wel het ziekste momentje. Ja. Bradley John Ferris. What's the one thing in Oyster that never sees? 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 Doe me in het Nederlands. Ja, ik weet niet wat het Nederlands vertaling hiervan is. Jeetje. Oh, we zijn al 20 minuten aan het filmen, maat. Ja, hij mag natuurlijk ook al 3 kwartier duren. Sees. Hoe schrijf je? Seizes. Grijpen. Dus wat grijpt ons het meeste in hardstyle? Hardstyle is gewoon in 1 woord uit te leggen. Een hele aparte sfeer. Een paar woorden dus. Maar... Ja, wat blijft... grijpt ons het meeste? Ja, gewoon als het publiek zo meedoet. Dat is net zo'n voorbeeld als bij Capital.
dan sta je daar gewoon en dan heb je even zo'n momentje en dan wordt die muziek gedraaid en die voel je dan gewoon in je lichaam en dan kijk je om je heen en dan denk je, this is it. Dit is leven. Dit is leven. I'm alive. Ja, en dat is toch wel echt het beste wat we in een feestje hebben. Love you guys, love you too, Bradley. Bradley, or dear fan, or supporter. Droskammer vraagt aan ons, hoeveel tickets kopen jullie zelf en hoe duur is dat per jaar? 5 euro. Ik denk dat we er 15 tot 20 vorig jaar zelf hebben gekocht. Ja. Want we hebben ook veel gepromoot, want wij doen af en toe promoten voor dance promo. Dus ik denk helemaal niet zo heel veel. Nee. Maar het is niet zo dat we ze altijd krijgen, zeker niet afgelopen jaar, maar we hebben er wel dan af en toe voor gepromoot. En dan kregen ze wel gratis. Ja, ja, ik denk inderdaad 15 tot 20. En hoe duur is dat per jaar? Nou, wat hebben we vorig jaar door uitgerekend? Ja. Hoeveel het zou kosten? Ja, dat was rond de 2000 euro toch? Met Tomorrowland alles erbij, ja. Ja, alleen de tickets dan, hè? Ja. Dus alleen de tickets waar wij heen zijn geweest. Dus daar waren hoeveel feestjes? We hadden dus 52 feestjes vanaf Capital of zo. Ja, echt heel veel. Rond de 50. Rond de 50 vanaf Capital vorig jaar tot einde van het jaar volgens mij. Ja. En dan zou dan rond de 2000 euro. Dat is maar niet eens heel veel, hè? Jawel, dat is fucking veel. Hij vraagt ook, kennen jullie veel artiesten en komen jullie vaak backstage? Ja, laatste half jaar denk ik ook wel veel. Ja. Vanaf de zomer. Ja, we kennen wel wat artiesten. Ja. Rebellion hebben ontmoet. B-Front kennen we. Warface. Killshot. Ja, we kennen wel wat artiesten. Ja, en backstage af en toe. Het ligt ook een beetje aan wie de organisatie doet. Q-Dance sinds Exclusive Frequencers. Wij zijn namelijk bij Q-Dance op het hoofdkantoor geweest. En een gesprek gehad dat we wel voor elkaar kunnen betekenen. Ja, we hopen dat we gewoon nog veel... Ik heb het nog niet trouwens. Nee. We hopen gewoon dat we nog veel meer backstage kunnen filmen dit jaar. Ja. Want daar willen we jullie uiteindelijk mee naartoe nemen. Ja. Oké. Okay. Jeroen vraagt, wat vinden jullie de beste eigenschap van elkaar? En Sari moet weer vaker mee, joh. Sari, luister. Oh, dat is een grappige. Ja, Sari gaat ook zeker vaker mee. Want die... Dus sowieso als de festivals er weer zijn, dan gaan ze altijd gewoon mee, dus... Dan gaan we weer met z'n drietjes. De beste eigenschap van Anouk vind ik dat ze bescheiden is. Echt heel bescheiden, iets te bescheiden zelfs. Maar dat siert er. Je zou nooit... je hebt echt totaal geen kwade bedoeling met niemand. Nee, gewoon bescheiden. Oké, okay, lief. Ja, ik vind jou gewoon een herder. Ik dacht een held, maar je bedoelt herder. Nee, ik vind jouw enthousiasme gewoon helemaal top. Maar we kunnen ook gewoon serieus zijn wanneer we serieus moeten zijn. Yeah. Dankjewel. Ja, wat leuk. Wat leuk dit. Ja. Inge Derricks. Hoe zijn jullie erbij gekomen om festivalvlogs te gaan maken? Dat is wel grappig op zich. Want Anouk, die gaan we even vertellen. Yeah. Anouk die was een blogger. Sushi Save Me heet haar pagina. Heette. Toen had ik nog een eigen schoonheidssalon. Toen hebben we ooit wel eens beautyvlogs gemaakt. Toen deed jij een beetje styling en lifestyle en zo. Persoonlijk. Persoonlijke video's. En persoonlijke video's. Maar ja, daarmee onderscheid je niet helemaal, hè? Nee. Ik ga jou daar komen. En, die beautyvlogs hoef je ook niet te kijken, hoor. Vooral niet doen. Don't click. Maar nee. Toen deed jij af en toe gewoon de camera meenemen naar een feestje? Ja, mijn telefoon. Oh, telefoon was dat toen nog. Ik begon met mijn telefoon. En toen heb ik jou meegenomen naar Capital vorig jaar. En vanaf toen hadden we echt iets van, ja, dit gaan we vaker doen. Ja, en ik heb toen ook al gevlogd voor partyscene.nl. Oh, ja. Alleen ik merkte gewoon dat we meer richting hardstyle gingen. En ja, dat we beter ons eigen weg konden gaan. Dat is waar. Dus ja, dat eigenlijk. En mijn camera is bijna leeg, dus ik ga even de accu veranderen. Peace! Oh. Oké. Okay. Welke? Deze? Ja, die is mooi. Lekker roze. Ik hou van roze. Mijn lievelingskleur. Oh, je bent aan het. Vraagt iemand aan u. How many hardstyle festivals? Oh, ik krijg geen Engels vandaag, man. How many hardstyle festivals do you have in the year that you visit? Nou, sowieso 52. Nee, festivals, dus buiten bedoelt hij, denk ik. Denk 20 of zo?
Ja, denk het wel. Rond de 20. Art of Style vraagt, how do you get backstage? Ja, dat zijn we eigenlijk al verteld. Ja, Q-dance. En dan hebben we... nee, we hebben een soort, ook een soort samenwerking met Rough State. Ja, en het is ook gewoon heel veel netwerken en heel veel mensen leren kennen. En, mensen vragen ons ook gewoon af en toe van, vind je het leuk om te komen? Dus. Yes, dat. Bibi vraagt, leukste feest tot nu toe? Hallo Bibi! Hi Bibi! Nou, dat waren sowieso de feestjes waar jij niet was. Ja, die heb ik ook al beantwoord. En dan hebben we nog een heel boek. Thomas Kriek, wanneer kom ik eens in jullie vlog? Nou, dan moet je gewoon, als je ons ziet, en dan vinden we ook leuk ons aanspreken. En dan kunnen we best wel even een beeld... Ja, sorry, ik heb een vlieg hier. een beeld maken. Luc Vrijen vraagt, wat was jullie nummer 1 indoor? Ja, Climax of Capital voor mij? Capital. Lios vraagt aan ons... heel veel dingen. What are Dat vind ik nou leuke vragen. Ja, yeah, what are your respective jobs? Dus wat doen wij op dit moment? Nou, ik werk bij Monkey in een kledingwinkel en daar ben ik backup visual merchandiser. Dus ik richt de winkel in en ja, werk in de winkel. En ik ben allround. Dit was in Engels. Allround schoonheidsspecialist bij De-Stress, een hele grote schoonheidssalon. Waar we ook pedicure en waxing en huidverbeterende behandelingen doen. Dus daar werk ik. How much does it cost you per month to go on almost every event? Ik denk als je zeg maar niet een leven zoals ons hebt en je gaat lekker uit eten en op stap, dat je meer kwijt bent. Ja. Yeah. Ik denk 400 euro. Dat is 100 euro per weekend. Ik geef echt 100 euro per weekend uit. Ja. Yeah. Ik denk rond de 300, 400 euro per maand. Which one is the most expensive? Nou, yeah, de Q-dance feesten. Yeah. Die zijn het duurste. En Tomorrowland dan. Ja, Tomorrowland is ook het duurste. Auw, het telefoontje, hi! Hi! Ik wil niet zeggen, wat voor deze naam? Maybe you already said it, but what's your setup? De planning. Ja, is de planning? Ja, ik dacht of welke camera ik heb. Setup? Nee, camera? Wacht. Opstelling. Ja, dus ik denk dat hij de camera bedoelt. Nee, slaan we over. Ja, ik heb een Canon MG 7X Mark II. En dan kan je er wel uitspreken. Ja, een Canon camera, zo'n met een flipscreentje. Are you authorized to bring your camera in festivals or do you film with your phone? As it's forbidden if you're not photographed. Oké, dus hij vraagt gewoon of we altijd onze camera mee mogen nemen. Maar dat mag altijd en tegenwoordig mag er sowieso best wel veel op festivals, want ze vinden het leuk als je heel veel content deelt. Dus ja, we hebben er niet echt problemen mee gehad. En ik denk ook niet dat we dat ooit zullen krijgen ofzo. Nee, want ik maak het me op een bakjes. Ja, en ik ben wel van plan om een nieuwe telefoon aan te schaffen en daar ook een beetje mee te gaan filmen. Ja? Ja. Gewoon ook tussendoor en zo. Handiger. Ja, handiger niet per se. Gewoon een beetje om een stoer te doen. Gewoon een nieuw fontje. Ja, nou, dit waren de vragen. Ik denk dat we er wel genoeg hebben beantwoord. Ja, laat even weten. Ons volgende feestje wordt Super Size Kings Day. Dan willen we zaterdag 5 mei met bevrijdingsdag is daar volgens mij naar of Phoenix. Of Phoenix. Ja, Boothouse. Of naar het Boothouse in Duitsland. Ik denk die laatste. Ja. En dan hebben we 12 mei Elsom Open Air waarschijnlijk. Of Fairy Tale, een van de twee. En dan 19 mei Harmony of Hardcore. En dan zondag waarschijnlijk 7th Sunday of dan een ander feestje. Hoe heet het daar? Festival. Festival. En dan Emporium en Intense en zo allemaal. En ja, ik ben wel een beetje klaar mee weer. Ik vind het wel mooi geweest voor vandaag. Ja. Het is echt raar om geen feest te hebben. Ja, maar nu zijn we wel dadelijk opgeladen. Want ik weet zeker dat ik... Nu is het wel prima. Voor de week gaan we kapot omdat we niks hebben. Ja, echt hoor. Ja. Nou, bedankt voor het kijken naar deze Q&A. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om ons iets beter te leren kennen. Wij vonden het leuk dat jullie al die vraagjes hebben beantwoord. Wij vonden het leuk dat jullie allemaal zoveel vragen wilden stellen aan ons. Hadden we niet verwacht. En like en abonneer. Met je dikke duim op die knop. En dan zien we je op Super Size Kingsday.
We hebben iets muziek. We gaan even een afsluiter met. Ja! Shit. Jammer. Opnieuw. Wat is dat? Oké, tjus, doei!